onder meer. Ontmoeting. Onder meer. Ja. Goedemorgen, middag, avond, wanneer je ook kijkt naar deze aflevering van Weltschmerz. Ik ben Kees van der Bijl en ik spreek met Karel van Wolferen. Karel is een, ik mag wel zeggen, wereldfiguur in mijn ogen. Niet alleen om zijn boeken, wereldberoemde de Enigma of Japanese Power, het raadsel van de Japanse macht, maar ook zijn bijdrage aan het denken van de Amerikaanse heersende klasse, niet te vergeten, in Foreign Affairs. En hij is ook een heel groot fotograaf, maar daar kunnen we het nu verder niet over hebben, want ons thema van ons gesprek is de ontmoeting, tenminste daar beginnen we mee, de ontmoeting die heeft plaatsgevonden 2 dagen geleden tussen Trump en Poetin. En ja, de consequenties daarvan zijn in onze ogen enorm, maar wij zullen waarschijnlijk toch verschillen in de opvattingen die we uiteindelijk over hebben. Wie weet. Ja. Wat voor een opvatting heb jij? Nou, ik denk dat het een, laat ik het zo zeggen, in 1991 is de Sovjet-Unie ingestort en Paul Wolfowitz heeft toen binnen een jaar een document laten maken. Dat was de Defense Planning Guidance. Right. Dat ken jij ook. Dat is een soort projectie van de grote militaire strategie van de VS. En daarin stond in mijn ogen een hele belangrijke zin, of twee eigenlijk. Namelijk, de VS zal altijd een generatie vooruit moeten zijn op wat enige andere land in de wereld voor elkaar krijgt. En twee, er zal nooit meer een situatie mogen ontstaan waarin Amerika gedwongen is om een compromis te sluiten met een tegenpartij die even machtig is. Mm. Nou, die twee zinnen die vullen elkaar aan. En 2 dagen geleden is het moment daar waarop die voorspelling of die eis van Wolfowitz, een van de belangrijkste figuren in het neoconservatieve Amerikaanse kamp, waar dat verlangen van Wolfowitz ongedaan is gemaakt. Namelijk, Rusland heeft geen generatie, maar in ieder geval een voorsprong genomen in kwalitatieve bewapening. En Amerika is binnen een half jaar gedwongen, bij monden van Trump, om naar Poetin toe te gaan, tot aan bijna de Russische grens, om dat compromis alsnog te gaan sluiten. Omdat ze niet meer die oppermacht hebben waar de neocons in 1991 op ingezet hadden. Ja. Dat is mijn lezing. En ja, de verontwaardiging die daarom in Amerika ontstaat, die is terug te voeren tot het feit dat men 30 jaar lang, dat is een generatie, gedacht heeft dat voor altijd nu de New American Century was aangebroken. En dat is niet het geval. Nee, maar ik vraag me af in wat voor mate in de Verenigde Staten door de, zeg maar, de doorsnee Amerikaan die neocon aanname dat Amerika niet alleen ervoor zou moeten zorgen, maar dat ook zou kunnen doen, dat het nooit meer een rivaal zou gaan krijgen zoals het geval was gedurende de Koude Oorlog. Ja. Ik vraag me af of de doorsnee Amerikaan eigenlijk besefte wat daarmee werd beweerd. Vraag ik me af of de doorsnee Amerikaan besefte wat er gebeurde toen George W. Bush eigenlijk de oorlog verklaarde aan de wereld. Dat was kort na de 11e september. Als ik me niet vergis was het de 20e september. En toen heeft Bush dus gezegd dat er was een oorlog uitgebroken tussen Amerika en het terrorisme. Ja. En dat betekende eigenlijk, ja, bijna alle landen in de wereld die konden worden beticht, hè, dat mocht Amerika dus zelf beslissen. Het was de openbare aanklager, de rechter en alles ineengevoegd. En dat was iets wat natuurlijk door die neocons werd, net zoals Wolfowitz en de zijne, gehoopt dat er zou gaan gebeuren. Cheney was degene die dit, deze is de toespraak van Bush natuurlijk, hij was afkomstig van Cheney. En heeft het doorsnee Amerikaan beseft toen
of dat dit een krankzinnig idee was. Ja. Met andere woorden, de Wolfowitz-doctrine zogenaamd is een krankzinnige doctrine. Het is historisch volslagen, dat is ahistorisch. Er is niets in de geschiedenis waarop Wolfowitz zou kunnen leunen om te zeggen, zoiets is mogelijk. Voor een poos natuurlijk. Heb je aan één kant van de wereldbol een Romeins Rijk. En dat heeft heel veel te vertellen. En dat gaat dan ten onder. Voor een poos heb je een Chinees Rijk. En dat is ook eigenlijk maar een heel beperkt rijk als je het goed bekijkt. Dat gaat ook op een gegeven moment, wordt dat veel minder belangrijk. Er is niets in de geschiedenis. Het is apolitiek, het is adiplomatiek. Het bestaat niet in de diplomatieke geschiedenis. Het is allemaal een fictie. Heeft de gewone Amerikaan daar ooit enig geloof aan gehecht? Als je terugkijkt naar de verkiezingscampagne van Trump en de mensen die op Trump zijn gaan stemmen, er is natuurlijk al heel erg veel over geschreven, is een van de dingen waar Trump steeds op hamerde, is dat dit moest afgelopen zijn. Ja. Geen regime change meer. En America first. Ja. Dat wordt verkeerd uitgelegd, in Nederland ook. Men denkt dat America first betekent dat Amerika moet het middelpunt van het heelal zijn en blijven. Nee, dat is het helemaal niet. Juist tegenovergestelde. Amerika moet zich niet bemoeien met andere landen. Het moet zich vooral bemoeien met zichzelf. Het moet aan zichzelf denken. Het is natuurlijk een beweging die is ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog. Of daarvoor al, maar dat had op belangrijke mate te maken met de politiek van Wilson. En het idee van America First komt zo nu en dan terug. Wordt ook geïdentificeerd als isolationisme op een gegeven moment. En Trump die wil terug naar hoe het was met Amerika voordat ze zich gingen bemoeien op de manier zoals Wolfowitz dat wilde met de rest van de wereld. Ja. Dat is ook krankzinnig. Ja. Nee, dat de gemiddelde Amerikanen en de kiezers van Trump dit allemaal niet zagen zitten, dat geloof ik zonder meer. Maar we hebben ook nog niet vaak in de moderne tijd meegemaakt dat er zo'n scheiding is tussen de debatten die zich voltrekken in de heersende laag en de media die nu volledig beheerst worden, ook door degene met groot geld, en de massa van de bevolking. Vandaar de opkomst van het populisme. Dat is helaas overwegend van rechts signatuur. Maar dat is een bijna natuurlijke reactie op de afgrenzing van de bevolking die plaatsvindt in die heersende klasse, die heersende laag en alles wat eraan vasthangt. Dus dat men de bevolking is denk ik niet zo verontwaardigd nu over hoe Trump daar heeft gestaan naast Poetin. Maar de heersende laag wel degelijk. Dus alle media, alle partijen, ook de voorzitter van de Republikeinse Partij in de Senaat, toch sleutelfiguren ook om Trump ruimte te geven. Die zijn allemaal verontwaardigd. En we hadden net al even een minuutje gesprek beneden en wij waren het er eigenlijk over eens, geloof ik, dat er een bijna staatsgreepachtige atmosfeer nu heerst. In die bovenlaag, niet in de bovenlaag. Nee, maar jij zegt bovenlaag. Maar ik reken tot de intellectuele bovenlaag aardig wat Amerikanen, die ik ook persoonlijk ken. Ja. En die doen mee met deze bovenlaag. Er is een merkwaardige coalitie ontstaan nadat Hillary Clinton het verloor van Trump. Het is de Democratische Partij. Het is de Clinton-groep die nog altijd aardig wat macht heeft. Ja. Het is de CIA, de FBI en de Washington Post en de New York Times. Ja. Vooral die. En die geven de richting aan voor heel wat andere media. Daarbij is een hele grote groep van Amerikanen betrokken die niet noodzakelijkerwijze in de Wolfowitz-doctrine geloofde. Dus het is niet dat zij nu Helsinki gepasseerd is, daarop reageren. Nee, ik denk dat zij vooral gereageerd hebben, als ik het goed heb begrepen wat ik gelezen heb, van wat ze allemaal zeggen. Ze reageren op de manier waarop Trump het met Poetin eens kon zijn dat de informatie van de Amerikaanse inlichtingenbureaus over de inmenging in de verkiezing, dat Poetin gelijk had. Daar zijn ze op overgevallen en daar hebben ze, het is onwaarschijnlijk hoe hysterisch ze zijn geworden daarover. Ja, ja, ja. Want het is een aanval
niet op een beleid van dat door Wolfowitz werd... nee, het is een aanval op de macht van die zogenaamde deep state. We hebben geen beter woord ervoor. Het is een ongelukkige term. Maar we kunnen wel zien dat de CIA en de FBI en andere duisternis opererende organisatie onder één hoedje spelen. En die krankzinnige fictie dat Poetin zou hebben geïnterveneerd in de Amerikaanse verkiezingen om Trump verkozen te krijgen, is natuurlijk de grootst mogelijke kolder. Ja, ja. Heel erg veel mensen, heel erg veel Amerikanen weten dat ook. Oh, ja, ja. Toch vinden ze dat Trump niet de kant van Poetin had mogen kiezen. Daar zijn ze over gevallen. Ja, dat is zo. Ik denk toch dat het idee van de Amerika een soort hubris, hè, overmoed van de elite, dat zij het voortaan voor het zeggen hadden dat dat belangrijk is. Maar je hebt gelijk dat er een diepe staat is, hè, een soort onderlaag die hele essentiële belangen vertegenwoordigt van de Amerika en het Westen. En alleen de strijd is niet tussen die diensten, CIA, FBI enzovoort. Hè. Amerika heeft er 19, geloof ik. 16. Of 16 ja. Geheime diensten die bij elkaar een budget hebben dat net zo groot is als het hele Russische defensiebudget. Ja, ja. Maar die diensten zijn niet als en bloc tegen Trump, zal ik maar zeggen, of tegen zijn opstelling bij Poetin. Want als dat zo was, dan was hij al afgezet, bij wijze van spreken. Er vindt in die diensten ook een enorme strijd plaats. Ja. Vergeet niet dat de man die dus de aanklacht tegen Trump moet leiden, het onderzoek naar die Robert Mueller, die is ex-directeur van de FBI. Die heeft 4 maanden geleden heeft hij een lijst opgesteld van 12 Sovjet of Russische, ja, ik zit nog in een ander tijdperk, Russische agenten. Die iets gedaan zou hebben ten aanzien van de verkiezing, zonder dat hij overigens beweert dat dat in samenspraak met Trump was. En dat heeft hij 4 maanden geleden vastgesteld. En 3 dagen voor de top met Poetin komt hij daarmee naar buiten. Ja, Rosenstein kwam ermee naar buiten. Ja. Maar die Mueller hoort dus bij, niet zomaar bij de FBI, maar die was directeur van de FBI op de dag van 9/11. Ja. Is die benoemd, maar daarvoor was hij al enigszins... Speelde hoofdrol bij de cover-up. Juist, ja. Precies. Ja. En hij is dus degene die heeft geholpen om dat allemaal toe te dekken. Maar ook daar zie je de verwarring, omdat een andere figuur, een topfiguur, die heel belangrijk is geweest in het toedekken van de hele zaak, was natuurlijk Rudy Giuliani, de toenmalige burgemeester van New York, die... nu advocaat is van Trump en hem in absurde uitspraken ook moeiteloos evenaart. Maar die verdedigt Trump juist weer, hè, tenzij dat doorgestoken kaart is, maar dat kan me niet voorstellen. Dus het is een strijd om de macht waar zelfs degenen die betrokken waren bij wat ik alleen maar kan zien als een staatsgreep, of een poging tot staatsgreep op 9/11, dat zelfs degenen die daarbij betrokken waren, daarbij ook vuile handen hebben gemaakt in de zin dat ze... chantabel zijn geworden, aan de verschillende kanten staan in de strijd. De deep state is geen gesloten blok. Nee, absoluut niet. Ook het Pentagon moet meerderheid... Maar er zijn op diverse welsmerts-episodes zijn we daar al op ingegaan. Ja. De machtsstrijd binnen die entiteiten die in de Verenigde Staten achter de schermen veel macht uitoefenen. En dat geldt ook voor het Pentagon, geldt voor de CIA enzovoort. Omdat je niet precies weet... Kijk, een heel erg veel gebeurt ook in het duister, want niemand weet hoe dat gaat, hoe het gaat aflopen. Ja. En de mensen die aan het vechten zijn, willen niet gezien worden als aan de verkeerde kant gestaan hebben. Nee, dus heel erg veel blijft voor ons, in hoge mate verborgen. Ja. Maar ik wil even een stapje terug gaan. Ja, en naar de wereld in zijn geheel kijken. En even een tour d'horizon maken over wat er de laatste periode allemaal gebeurd is, sinds we elkaar voor het laatst zagen. En dat ook verbinden met de atmosfeer die er nu bestaat in de Verenigde Staten. Bij die machten, hè, die zeg maar de staat achter, de scher achter de gordijnen vormen. En dan zie je dat
Trump erin is geslaagd om heel wat glazen in te gooien van de gevestigde, hè, waar iedereen aan gewend is, waar iedereen mee weet te werken enzovoort. En waar dus heel erg veel belangen mee zijn gemoeid. Nou, het begint met een succes met de Noord-Koreaanse president. Ik denk dat je dit alleen maar kan zien in het verband van een groter geopolitiek geheel waarbij China en Rusland ook een rol spelen. Hier is Trump bezig geweest samen met China en met Rusland om iets te bereiken. En hij heeft het bereikt. Het kan gesaboteerd worden, natuurlijk. En ik denk ook dat je sabotagepogingen moet verwachten. En het kan dus best dat het door een, dat er een ongeluk kan geworden door die sabotagepogingen. Maar wat toen het belangrijkste wat daaruit is gekomen, is dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten niet langer die krankzinnige militaire oefeningen doen. Die ook in naam, hè, ze krijgen een naam. Duidelijk maken dat het er om te doen is voor de onthoofding van het Noord-Koreaanse regime. Ja. Daar schijnen ze mee uit. Dat komt ook, denk ik, omdat de Zuid-Koreanen helemaal geen zin meer in hebben. Nee. En die zijn samen met de Chinezen, dus nadat de eerdere president van Zuid-Korea was afgezet vanwege corruptie, die wilde gewoon, zeg maar, het hele stelsel zoals dat ging, wilde voortzetten. Die nieuwe president, Moon, die wilde dat niet. En die heeft, dat is een heel belangrijke ontmoeting van die twee, in Panmunjom, dus die, de DMZ. De Chinezen wilden dit graag. De Chinezen hebben heel veel zeggenschap over de Noord-Koreaanse economie in de praktijk. Die wilden dit heel graag en die hebben het mogelijk gemaakt. Ja. Het was niet zozeer Trumps dreiging enzovoort, waren de Chinezen. Maar toen, wat was dan het motief van Trump? Leg dat dan eens uit. Ja, ik denk dat het motief van Trump, dit hoort in het patroon van het omvergooien van die gevestigde situaties waarin de Verenigde Staten verwikkeld was geraakt en die niet goed zijn voor de Verenigde Staten. Lange termijn belangen van de Verenigde Staten. Ja. Ik denk dat dat een goede reden was. Plus, nog iets anders, hij hoort bij de grootte der aarde op deze manier. Trump heeft iets gedaan wat geen van zijn voorgangers ook maar hebben geprobeerd. Ja. Oké, dus toen was dat even gedoemd te mislukken vanwege Bolton. Die zegt ook, voor de Noord-Koreanen gebeurt hetzelfde als in Libië, weet je nog. Ja, ja. Vooral. En dus ja, die Noord-Koreanen waren onmiddellijk. Toen zijn de Russen erin gestapt. En die hebben ervoor gezorgd dat het wel door zou gaan. Met andere woorden, Trump is bezig geweest op een geopolitiek veld. Ja, ja. Waar Amerikanen al lang niet meer bezig waren. Want ze hadden de diplomatie afgeschaft. Ze deden aan regime change. En aan het intimideren van anderen. Dat was in de plaats gekomen van diplomatie. Ja. Nou, maar, dus Trump, maar er is nog een reden. En dat moet je direct erbij, nu we het toch even over Korea hebben. Max Keizer, de beetje wilde economische commentator van Russia Today. Die heeft een stuk geschreven waarin hij zegt, Trump wil de defensieuitgaven omlaag hebben. Ja. En wel welke defensieuitgaven? Die bedragen die bestemd zijn voor het handhaven van enorme dure legering van Amerikaanse troepen in Duitsland en in Korea. Dat zijn de grootste posten buiten Amerika zelf. Dus hij wil in het kader van America First en het weer opstarten van de defensieindustrie, wil die die uitgaven niet verminderen, maar de uitgaven voor in wezen onproductieve, pure weglekken van Amerikaans geld, voor die legering wil die kwijt. Daarom heeft hij minachting voor Europa en zoekt hij bijna ruzie met Duitsland. En hij wil die Koreaanse. Dat is de stelling van Max Keizer. Ik vind het heel bij deze kanttekening van Max Keizer wil ik ook een kanttekening plaatsen. Maar dan heb ik het over iets wat ongeveer 10 jaar geleden speelde. En toen zat ik nog in Japan en ik bekeek de Koreaanse situatie natuurlijk ook, daar vandaan. Ik heb mijn neus bovenop gezeten, al die eerdere pogingen om met Noord-Korea tot een vergelijk te komen. En toen werd er uitgerekend dat het demobiliseren van Amerikaanse troepen
in Korea zowel als Japan heel veel meer zou kosten dan het handhaven van die troepen. Ja? Oh. In het geval van Japan betaalt de Japanners iets van drie kwart ervoor, dus ja, daar hebben ze geen zorgen over. In het geval van Korea betalen de Koreanen ook, maar het zou, als je die terug zou halen naar Amerika, dan zou dat veel duurder uitkomen. Dus al die, die kanttekeningen, nogmaals, ik denk dat we hier te maken hebben met een andere dimensie, met iets van een andere grootte. Als ik daarop door mag gaan, dan zie ik, kijk, ik heb zo gedacht, Trump die staat alleen in Amerika. Ja. Hij kan op niemand vertrouwen. Misschien op zijn schoonzoon, weten we ook niet zeker. Misschien op een, wie weet dat er ergens toch nog een adviseur is op wie hij wel kan vertrouwen. Maar ik denk dat Trump zelf al lang heeft besloten dat hij niemand kan vertrouwen. Zeker niet iemand die hoort tot de verborgen staat. Dat is natuurlijk absoluut niet. Die willen hem omverwerpen. Dat was vanaf het begin duidelijk. De CIA wil hem kwijt. De Democratische Partij wil hem natuurlijk kwijt. De kranten, de New York Times en de Washington Post zijn schaduwen van henzelf geworden wat betreft journalistieke precisie en waarheidsdoorgave enzovoort. Ze hebben altijd gelogen. Nooit zo erg als nu. Nee. Dit hebben we niet eerder meegemaakt. Nee, absoluut. Nee, ja. En dat een verschil in graad wordt een verschil in soort. Ja. Dus, dat kunnen we hier in Nederland ook met de NRC vaststellen. Ja, absoluut. Ja. Maar ja, die NRC en de Volkskrant die schrijven over wat de New York Times en de Washington Post schrijven. Dus die zitten al lang in dat. Maar nog even terug. Dus we hebben een situatie gekregen waar Trump wordt belaagd door zijn eigen, zogenaamd zijn eigen veiligheidsorganisaties. En dat weet hij. Dus wat we nu zien in Amerika is helemaal voorspelbaar. Wat we zien, wat we nog niet kunnen zien, is hoe dat verder gaat. Het is een krachtmeting. Wie komt hier uit straks? Hij heeft net gisteren gezegd van, ik bedoelde dat niet zo, wat ik zei over de dingen. Hij krabbelt terug. En gaan ze nu, want ja, dan krijg je de hoofdartikelen in de New York Times enzovoort. Ja, zie maar. Maar dat geeft niet. Het is gezegd enzovoort. En de graad van krankzinnigheid daar is moeilijk in te schatten hier. I mean, hier, je ziet natuurlijk ook wel opwinding, zeker een mate van opwinding in Europa en in Nederland. Maar wat je in Amerika nu meemaakt, wat ik zie van mijn eigen oude kennissenkring en vrienden die ook meedoen. En zich de mes hebben getrokken om het resistance, het verzet tegen Trump. Het is ongelooflijk. Ken je niet die James Fellows? James Fellows. Die werd als eerste geciteerd Jim die zat bij mij op de bank een maand of wat geleden. En we waren het bijna erover eens. Dat de manier waarop Trump werd behandeld. Want het was, kijk, iedereen moest tegen Trump zijn. Die een beetje liberal was, dan moest je tegen Trump zijn. Ja. Maar we waren het erover eens geworden, min of meer. Dat dit krankzinnig was. En nou doet hij mee. Ja, ja. Maar waarom doet hij mee? Nou. Waarom doen al die mensen mee? Waarom doet David Risen mee? Waarom doen ze allemaal mee? Het gaat ook om hun hachje. Het is bijna een totalitair systeem geworden in handen van die deep state. Nou ja, volgens mij is het altijd zo geweest dat het heel moeilijk is om van de hoofdlijn van de politiek af te wijken. Zelfs politici als Anthony Eden en Mendes France vroeger werden in wezen heel een vroeg stadium kalt gesteld, omdat ze in de fase waarin zij hele officiële en belangrijke functies vervulden, buiten de algemene consensus stonden. Dus in dat opzicht kan me niet voorstellen, je had vroeger I.F. Stone, dat heb je misschien ook nog gelezen. Natuurlijk. In Amerika, dat waren dan de kritische stemmen, maar die waren in hun tijd al zeer marginaal. Die kwamen ook niet in de hoofdmedia. En als er zoiets gebeurde, zoals bijvoorbeeld de campagne tegen Nixon van Bernstein en Woodward, dan was dat volledig georchestreerd door de powers that be. Dus de gedachte aan onafhankelijke stemmen, die zich buiten de consensus plaatsen, is volgens mij, daar leent het systeem zich niet voor. Nee, maar het is Kees, precies zoals je zegt. Je hebt altijd carrière moeten maken. Daar zijn we het over eens. Maar we hebben het net eerder gezegd, het is een kwestie van graad. Ja. En als iets opgevoerd wordt tot een hele hoge graad,
dan verandert het. Nee, dan krijg je een chemische reactie van een heleboel andere entiteiten die daarmee gemoeid zijn. En dan krijg je een andere substantie, als je in scheikundige termen spreekt. Kwantiteit dus, wordt kwaliteit. Precies. Nou, en dat maken we mee. Ja, maar dat is, wat ook uniek is, is dat er natuurlijk nog nooit een president is geweest, tenminste niet in mijn waarneming, na de oorlog, laten we zullen maar zeggen, die zo'n eigen gereide manier van presenteren heeft, die aan de ene kant ook, we zijn natuurlijk, als Europeaan kan je eigenlijk alleen maar blij zijn met de toenadering en de nieuwe ontspanning die zich aankondigt en de duidelijke bereidheid van beide partijen om met elkaar te praten. Maar Trump vertegenwoordigt tegelijkertijd ook belastingmaatregelen die het voor de 0,01% die 0,001% wil worden nog makkelijker maken. Hij wil de defensieuitgaven dus verhogen voorlopig, in tegenstelling tot wat Max Keizer denkt. Hij laat zich uit over grote groepen mensen op een niet te tolereren manier. Een van zijn campagneleuzen was torture works, hè? Martelen helpt. Dus hij wil Guantanamo Bay tot een einde der tijden laten voortbestaan. Dus we praten ook over een versterking van het staatsgezag in extreem recht. Ik wil niet het woord fascisme rond laten slingeren hier op tafel. Maar het heeft toch wel hele sterke autoritaire, dictatoriale trekken. En ik denk dat een van de redenen waarom dat die geweldige opstand, die fronde die zich tegen Trump manifesteert, nog niet tot de echte slachting, het Brutus moment is overgegaan, is dat er nog steeds hele grote belangen zijn die verwachten dat Trump de spelregels voor de algemene verrijking van de top van de bovenlaag zo verder gaat uitvoeren, dat zij denken, nou, er zit toch, hij doet toch wel dingen die voor ons ook handig zijn. Ik hoorde ook van iemand dat er in bepaalde delen van het Middenwesten in Amerika echt nieuwe bedrijven worden gestart die gebruik maken van de dekking die geboden wordt door de invoertarieven. Ja, natuurlijk. Nou, dat is, er zijn een aantal dingen die hier langskomen. Ik denk ook dat de opzet van om die tarieven te verhogen, of dat een verstandige beslissing is of niet, is nog tot aan toe, want je weet niet wat het in werkelijkheid oplevert. Maar het idee is dat bijvoorbeeld alles wat in China wordt vervaardigd voor Amerikaanse bedrijven, dat terug wordt gehaald naar Amerika. Ja. Maar dat is voornamelijk iPhone enzovoort. Ja. Hè? Dus dat hebben we nog niet gezien. Het zou kunnen, maar dus als je je gaat opstellen als mercantilistische macht, dan doe je dat. En Amerika die is er gewend aan geraakt. Dat vazallen van Amerika mochten zich tot op zekere hoogte als mercantilistische machten, vooral Japan, is natuurlijk een heel goed voorbeeld daarvan, handhaven. Zolang ze maar niet de geopolitieke plaatje wat Amerika wilde beheersen verstoorden. Dat was natuurlijk een idee. Maar als ik nog even terug mag gaan op de reactie van de, we hebben geen ander woord ervoor, de deep state, na de Helsinki ontmoeting met Poetin, dan zie je dat zij voor het eerst zijn deze entiteiten die in het geheim mochten opereren, die niet aanspreekbaar zijn, die niet ter verantwoording worden geroepen. Nooit. Ja, het CIA is een van de grootste criminele organisaties ter wereld. Als je de geschiedenis ervan bekijkt. Okay? Daar zijn we het over eens. Ze zijn nooit ter verantwoording geroepen. En ze hebben ervoor gezorgd dat Kennedy, die zei, ik ga het in kleine stukjes stukken, want het is een groot gevaar voor onze democratie. En vervolgens, paar maanden later, werd hij vermoord. Ja. En de links zijn heel duidelijk dat de CIA zo niet een onderdeel van dat complot was. Wel heel goed wist wat er gebeurde en zeker ook een onderdeel van de cover-up is geweest. Ook de FBI en de Secret Service overigens. Okay? Ja. Dus je hebt een situatie waarin die machten die in het geheim mochten opereren en een heleboel bewerkstelligen in het geheim, nu op een manier worden uitgedaagd door Trump. En die denken van, het is straks met ons afgelopen. Misschien dat ze dat denken. Mm. En dan krijgen we de vraag, en daarom is het wel gevaarlijk binnen Amerika voor Trump. Want dan ga je denken, wat gaat er met Trump gebeuren? Okay, dan zou je kunnen zeggen, en dat is ook gezegd van tevoren, zo lijkt het allemaal.
Maar voordat het gebeurde, die Helsinki-conferentie, werd er gespeculeerd. Nu zullen we zien of Trump echt de verborgen staat vertegenwoordigt, toch wel, wat ze noemden het moeras vertegenwoordigt, of niet. Ja. Dat zullen we dan nu pas merken. Hè? En er zijn nog altijd nu mensen die denken in Amerika, als je het je kunt het tussen de regels doorlezen, die denken dat ja, het lijkt nu allemaal heel erg op de spits te zijn gedreven, maar eigenlijk gebeurt het om de bestaande machtsformatie te handhaven. Ja, nou, er zit wel iets in, omdat als ik al die meningen zie, dan denk ik aan een kennel waar 24 uur per dag geblaft wordt. Weet je wel, dat als één hond gaat blaffen, dan moeten ze allemaal meedoen. Ja. En dat is hier ook zo. En nog niet één heeft gebeten. Ik bedoel, je kan wel roepen om aan de Republikeinse Partij om nu een patriotische vlag te hijsen. Zoals die Brennan, de oud-directeur van de CIA onder Obama. Die trouwens de burgeroorlog in Oekraïne ook heeft gedirigeerd. Je kan roepen om een vorming van een tegenregering, wat ook door een van de belangrijke personages is. Maar in wezen is er nog niet één stap gezet. En als je kijkt naar de ervaring die we hebben met de moord op Kennedy, met het afzetten van Nixon, met het verhinderen van de herverkiezing van Carter. Drie momenten waarin een president die zich gekeerd had, of die een bedreiging vormde voor die deep state, zullen we maar weer zeggen. Carter niet. Ja, Carter. Die wilde dat. Die is tot ontdekking gekomen, maar dat is in zijn eerste termijn al gebeurd. Jawel. Dat het niet kon. Nee, maar goed. Nou ja, dat is een andere kwestie. Maar in ieder geval, als je kijkt naar die voorbeelden die er zijn, ook van het verwijderen ook van ministers en van figuren die onwelgevallig waren, dan zie je dat nooit gepaard gaat met een enorme campagne van die blaffende kennel. Ja. Dus de kennel blaft mij eigenlijk iets te hard in deze huidige situatie. Ja. En het heeft ook iets van je eigen geloofwaardigheid intact houden. Dat je door heel hard mee te blaffen laat zien dat je aan de goede stand bent. Maar eigenlijk gebeurt er niks. Want Trump heeft toch wel een aantal. Kijk, al die politici zitten altijd achter de vrouwen aan of erger. Dus die zijn altijd te pakken, want het dossier ligt natuurlijk al klaar. En ik denk dat in dat opzicht Trump niet op dit moment echt de duimschroeven aangedraaid krijgt. Mm. Het is zo'n onberekenbare factor. En zoals ik zeg, hij doet een aantal dingen die voor het versterken van een reactionair staatsgezag heel nuttig zijn, dat men, denk ik, niet goed raad weet met deze wildcard. Wat kan je doen met een figuur die zo onberekenbaar is? Nou, weet je, aan de andere kant kent hij zijn eigen prerogatieven niet. Hij heeft een aantal stappen gezet waar hij als president echt het recht heeft om te benoemen. En zo. Heeft hij niet gebruikt. Nee. Ja, of hij is er te laat mee. Ja. Als hij bijvoorbeeld een Mueller zou ontslaan. Ja, dat kan. Nou, dan wordt er een hele vrachtwagen met rommel over hem heen gestort. Ja, dat is nog iets anders. Ik heb begrepen dat het partijbestuur van de Republikeinse Partij, die willen natuurlijk over een maand of drie, vier de verkiezingen, tussentijdse verkiezingen winnen. Die waren al van plan, die liepen met gedachten rond om die Rosenstein te impeachen, vanwege iets anders. Oh. Nu komt dit ertussen, hè, op de 13e, vrijdag de 13e, voor de Helsinki-dingen. Komt die aanklacht van die 12, dat is natuurlijk een krankzinnige, flauwekul aanklacht, want die mensen kunnen nooit voor een gerecht verschijnen. En je kunt dus zeggen wat je wil over ze. Niemand zal dat ooit bewijzen, tegendeel bewijzen. Nee. Er is allemaal geen moment voor om dat te kunnen doen. En zo wordt het verslagen. Daarom kon Trump ook zo makkelijk zeggen. Kom maar hierheen, dan mag je ze allemaal interviewen. Maar dan betekent, als de Republikeinen dat gaan doen, dan gaat Mueller ook weg. Ik denk dat je dan weer een andere lawine in beweging brengt, die dus tegen die factie van die deep state, dus een fractie van de deep state, die wel het oor van de pers heeft, van de media, die werken mee. Ja, ja, ja. Maar die, dan krijg je weer een andere situatie. Ja. Omdat Nixon in de tijd natuurlijk de fout maakte om wel de aanklager te ontslaan. En daarmee een reeks
gebeurtenissen in gang zette, die eindigde met zijn eigen impeachment. En ik denk dat Trump genoeg van de Amerikaanse geschiedenis weet om die fout niet te maken. Ja. De vraag is ook, hoe lang kan die mythe van de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen nog stand houden? Nee, het is, niemand gelooft het. Nee, maar het probleem met heel veel zaken, dat merk ik zelf met het MH17-project... het probleem met heel veel van die zaken is, hoe kan je nog terug? Hoe kan je als je, ik noem maar wat, met 9-11, als de NRC hele pagina's met hoe die torens van binnen eruit zagen, hoe ze gesmolten waren, totaal ongeloofwaardige verhalen. Als je dat allemaal al gezegd hebt, hoe kan je dan later zeggen, eigenlijk is er heel iets anders aan de hand? Dus dat probleem is op dit moment ook levensgroot. Dus als je helemaal gezegd hebt, er was Russische inmenging in onze verkiezingen, dan kan je niet hetzelfde verhaal terugrollen. Maar tegelijkertijd moet je vaststellen, het is natuurlijk een volstrekt onaannemelijk verhaal. Ja. En het verhaal wat men tegen Nixon had, was wat dat betreft met de Watergate-inbraak, hoewel daar ook in doorgestoken kaart in het spel was, was een veel geloofwaardiger verhaal. En hij kon geloofwaardig als bedreiging van de democratie worden gepresenteerd. Met Trump is wat dat betreft heeft men een verkeerde hoek gekozen. Het is niet alleen een ongeloofwaardig verhaal, maar wat er gezegd wordt steeds, ook door de media, dat de intelligence wereld is het 100% eens met elkaar. Dat is helemaal niet waar. Nee. Het zijn 3 van die 16 dingen waar een handpicked, een uitgelezen stelletje mensen gezegd hebben dat het is hoogst waarschijnlijk. Ja, Niets anders dan dat. Ja, ja. Nou, dan zegt Poetin, nee, dat is dus niet waar, dat kan ik verzekeren. En dan zegt Trump, ik ben het er met Poetin eens. Die is geloofwaardig wanneer hij zegt dat ding. En dan staat Washington in vuur en vlam, plotseling. Ja, 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 ja. Maar nog even terug, als jij het goed vindt, naar het geopolitieke gebeuren. Ja. Dus ik zag die G7-ontmoeting in Canada. Ja. En daar komt Trump... Die komt laat, die gaat vroeg weg. Ja. Hij doet niet mee aan een paar bepaalde dingen. En hij wil eigenlijk niet dingen ondertekenen. Hij laat er alleen maar disrespect zien tegenover van de rest van het zaakje. Ja. Hij doet hetzelfde weer als hij naar Brussel gaat, naar die NAVO-conferentie. Ja. Hij heel erg duidelijk is hij degene die boven dat stelletje... Ja, wat zijn het eigenlijk? Vazallen van Amerika. Ja. Ze wachten op een seintje van Washington wat ze wel en niet mogen doen. En dan doen ze dat, dan voeren ze dat uit. Hè, als Trump zegt, de bestedingen moet je tot 4% van de begroting moet je opvoeren. Iedereen die daar dat hoort, die weet, het gaat hier alleen maar om één ding. Een nieuwe stroom van gelden naar het Amerikaanse militaire industriële complex. Ja. En niks anders. Nee. Oké? Okay? En dat hele... Maar het tegendeel gebeurt, omdat Italië heeft bijvoorbeeld nu de F-35 afbesteld. Ja. Dat is een gigantische slag. Dat is een waardeloos vliegtuig. Ja, natuurlijk. Ja. Nee. Maar goed, dus hij staat daarboven. Ja. En iedereen weet dat alles wat hij zegt, dat heeft een andere bedoeling dan wat de woorden zouden weergeven. En dat betekent ook dat hij geen enkel respect heeft voor die mensen met wie hij te maken heeft. Want het zijn vazallen, het zijn knechtjes. Ze zitten ook heel beteuterd te kijken. Ja, ja, en ze zijn ook, hij is het middelpunt hoor. En hij, de Amerikaanse president, blijft de persoon, oké? Okay? Ja. Nou, dan krijg je... Het referentiepunt, zou ik willen zeggen. Dus alle posities die Europa inneemt, worden altijd vanuit een Atlantisch perspectief bekeken en bedacht. Ja. En dat is... Als er één contrast groot is tussen Obama en Trump, dan is het dat. Dat Obama voldeed volledig aan dat idee van het leider van de Atlantische wereld. Hij speelde... Want daar kwam hij als kandidaat al spreken in Berlijn. Speelde het helemaal volgens het script. En Trump doet precies het omgekeerde. Ja. En in dat opzicht is het natuurlijk, denk ik, voor alle mensen die dachten de wereld gaat echt naar de verdommenis als het doorgaat zoals het onder Obama en Clinton gegaan zou zijn, is Trump een verfrissing. Maar het paradoxaal is dat hij tegelijkertijd hele kwaadaardige krachten vertegenwoordigt. Bedreiging van Iran, versterking van Israël. Oké, nu komen we terug naar het geopolitieke. Ja. Wat bespreekt hij met Poetin? Ja. Mijn indruk is dat hij was eigenlijk out of his depth. Trump heeft waarschijnlijk iets beetgepakt
hij hoort tot de grote, dat dacht hij zelf ook. Ja. Ik denk ook, soms heb ik dat gedacht, hij heeft op één zowel met Xi Jinping als met Poetin gepraat. Met Poetin twee keer daarvoor al. Ja, ja. En die hadden onder elkaar al een understanding. Ja. Dat hoefde niet eens in woorden te worden uitgedrukt. Maar even een voetnoot. Weet je dat de tolk die daarbij zat, dat die nu in Amerika ondervraagd wordt door de geheime diensten, zodat ze het volledige tekst kunnen krijgen van wat er besproken is. Maar dat even terzijde. Oké, maar dus wat is er in Helsinki gebeurd? Oh. Ik denk dat je een paar dingen kunnen wel zeker van zijn. Ik denk dat Poetin speelt een bemiddelende rol tussen Israël en Iran. Ja. En dat heeft hij daar ook gedaan. Dus nu, wat dus tegen de neocons plannen zijn en tegen die hele opzet van die Syrische oorlog, is dat Assad mag blijven. Ja. Maar de Iraniërs moeten het nu mogelijk maken dat Israël macht kan blijven houden over de Golanhoogte. Dat is heel belangrijk voor Israël. En dat is waarschijnlijk iets wat Netanyahu ook met Poetin heeft bedisseld. Ja. En dat Poetin die wil van de Iraniërs hebben dat ze uit Syrië weggaan helemaal. Of althans uit dat gedeelte weggaan. Ja, ja. Ik denk dat ze dat besproken hebben. Ja. Ik denk ook toch wel dat ze besproken hebben wat het allerbelangrijkste is. En wat toch ook die militairen, het Pentagon wel wil, een begin van nieuwe ontwapeningsbesprekingen. Oh, ja, ja, ja. Of wapencontrolebesprekingen. Ja. Ja, ja, ja. Vanwege die speech van Poetin op 1 maart, waarbij dus duidelijk is gebleken, de media hechten er geen geloof aan, die denken dat het opschepperij is. Ja, ja. En de militairen enzovoort. Militairen, de Pentagon mensen zijn echt wel bang. Ja, ja, ja. Nee, dat is duidelijk. Daar begon ik mee met te zeggen dat Rusland is er nu in geslaagd om Amerika te dwingen om opnieuw aan de onderhandelingstafel te komen. Dat is volgens mij echt de grootste betekenis van het bezoek van Trump en zijn houding. Maar wat je ook ziet is de consistentie van de Russische politiek, die in dit opzicht volgens mij een volstrekte voortzetting is van de Sovjet-politiek, namelijk een klassieke Verenigde Naties realisme, zal ik maar zeggen. Ja. Namelijk, elke staat moet intact blijven. Geen gedonder met minderheden steunen en proberen staten in stukken op te breken. En dat geldt dus ook voor Israël. Namelijk dat de Russen van mening zijn dat ook Israël als staat het recht heeft te bestaan. Net zo goed als Iran met rust gelaten moet worden. Net zo goed als Syrië intact moet blijven als staat. Dus dat is een belangrijke uitkomst. Alleen waar dat in de fout gaat volgens mij, is dat Israël, wat natuurlijk door een extreem agressief nationalistische regering wordt geleid, Nu het gevoel krijgt dat zij carte blanche hebben gekregen. Ja. En nu lees ik vanochtend op antiwar.com dat het Israëlische leger instructie heeft gekregen om zich voor te bereiden op een invasie van Gaza. Ja. Moet je je voorstellen wat we daar te zien gaan krijgen. Ja. En ik denk dat dat ook een uitkomst is van de Poetin-Trump. Top. Mm-hmm. Namelijk beide partijen steunen Israël om verschillende redenen. Trump steunt het nationalistisch extreemrechtse aspect van Israël. Ja. Poetin steunt het formeel statelijke aspect. Namelijk, ze zijn er nu eenmaal. Het is een door de VN erkende staat. En dat veroorzaakt een enorm gevaarlijke situatie. Want hoe moet de wereld nou weer reageren op een nieuw bloedbad wat daar mogelijk een deze dagen losbarst? Ja. Maar wat nu onze belangstelling vooral heeft, is hoe loopt het af binnen Washington? Ja, oh ja. Daarom, misschien zitten we hier over een week weer en dan om een staatsgreep die daar plaatsvindt. Maar ik denk persoonlijk niet, omdat ik hou maar vast even aan dat beeld van de kennel. Het is een enorm geblaf, horen en zien vergaat je en tegelijkertijd gebeurt er eigenlijk niks. Welke stappen heeft het congres gezet om bijvoorbeeld benoemingen van Trump op dit moment tegen te houden? Welke stappen worden gezet in de richting van een impeachment? Je kan wel roepen om een vorming van een tegenregering, maar impeachment is een volstrekt is een reële mogelijkheid. Het is wel een krachtmeting en er worden dingen beraamd.
En ik denk dat Trump heel verschrikkelijk voorzichtig moet zijn. Ja, daarom krabbelt hij al terug. En, dat hij zegt, de Russen hebben zich toch ingemengd in onze verkiezingen. Maar ook, hij moet ook werkelijk vrezen voor een aanslag. Dat is wel degelijk mogelijk. Ja, ja. En ze komen ermee weg. Dit is, ik denk, een belangrijk aspect van die verborgen staat, die deep state. He, die belachelijk wordt gemaakt in de media, in Nederland ook. Oh, ja. Maar ze komen ermee weg. En ze weten dat al zeker sinds de moord op Kennedy. Ja. En dat is door 9/11 heel erg duidelijk bevestigd. Wij komen weg met de grootste leugen die er geweest is in onze geschiedenis. Ja. En daar komen we mee weg. Dus ja, dat liegen, dat lukt wel. En dat heeft goede resultaten. We kunnen het doen. Ja, al blijft volgens mij het probleem. Kijk, om dit geloofwaardig te maken, hoef je niet op de media zo te rekenen. Die interviews van 3 minuten met zogenaamde deskundigen. Daar heb ik nog nooit iets horen zeggen wat de moeite waard is. Je hebt tijd nodig om deze dingen allemaal te ontwarren. En als ik dan denk aan de moord op Kennedy, die het model zou kunnen zijn voor een incident waarbij Trump ten val wordt gebracht of erger. Dan jij kent ook Peter Dale Scott, de schrijver, die heeft een boek geschreven, Deep Politics and Death of JFK. Mm. En als je daar, die methode heb ik ook gebruikt in mijn boek over MH17, namelijk dat je gaat proberen alles wat je zeker weet op een rij te zetten, zonder ooit de stap te zetten, die en die heeft het nou echt, heeft de hoofd. Het gevaar van het begrip deep state is dat je denkt dat ergens een soort Dr. Evil zit met zijn push op schoot, die instructies geeft. Het is op een of andere manier het systeem wat in elkaar grijpt in een tegenreactie, omdat er te veel rode lijnen overschreden zijn voor het systeem als objectief handelende grootheid. En een van de dingen die ik probeer te zien in de huidige situatie is bijvoorbeeld waar Trump essentiële economische belangen van de Amerikaanse grote bedrijven en grote banken schendt. En dan denk ik, zolang, dus een van zijn economische adviseur van Goldman Sachs is opgestapt. Maar hij heeft nog altijd een hele belangrijke figuur, die Steven Mnuchin, heeft hij als minister van Financiën. Right. En die maakt geen aanstalten om welke afstand dan ook van Trump te nemen. Dus kennelijk is de politiek die Trump voert voor die belangen nog steeds positief. Ook het Pentagon, Mattis, maakt geen aanstalten. Ik heb niks gehoord eigenlijk van hem de afgelopen dagen. Okay. Ja. Maakt geen aanstalten om zich van hem af te keren. Maar dan heb je de belangrijkste pijlers van de Amerikaanse macht die er echt toe doen, die keren ze niet tegen Trump. Nee, ik denk ook dat het kan nog komen. Dat het kan, ja, precies. Ik zei ook dat Trump daar bedacht op moet zijn, maar dat is vanzelfsprekend. Ja. Ik denk wel dat het hoog tijd wordt voor Europeanen om nu eens te gaan beseffen dat ze als vazallen worden behandeld. Oh, het was nog altijd. Het was nog altijd, en zeker onder Obama, alsof het echt was, of het om bondgenoten ging. En het is dus heel duidelijk niet het geval. Nee, en onder Obama werd ook de telefoon van Merkel afgeluisterd. Ja. Dus het waren niet echt hartsvrienden en vriendinnen. Maar goed, het is werkelijk tijd geworden voor Europeanen, en wij zijn Europeaan, en wij zijn Nederlanders, voor Nederlanden en Europeanen om te beseffen dat dit is de werkelijkheid. Ja. En dat NAVO, if anything, is heel gevaarlijk voor Europa. Ja. En dat is, en dat het niets voorstelt. Maar daarom is het toch ook zo absurd dat Nederland uitgerekend nu met een plan komt om opnieuw in Afghanistan actief te worden. Kort voordat Trump naar Helsinki is vertrokken, is Rutte bij hem op bezoek geweest. Mm. En heeft een aantal stappen of een aantal overeenkomsten met Trump getekend. Bijvoorbeeld, een van de belangrijkste is dat we in feite, maar dat zei je net al,
dat Nederland een van de Five Eyes is geworden. Right. Dus het zesde om precies te zijn. Onderdeel van de afluisterstructuur. En ook een aardige manier om het referendum te honoreren. Wat er is waarbij is gebleken dat de bevolking tegen is. Ja. Maar ook heeft Rutte toezegging gedaan om te helpen de werkgelegenheid in Amerika te verbeteren. Hmm. Moet je nagaan dat er tarieven worden ingesteld tegen jouw deel van de wereld. Ja. We hebben zelf 1 miljoen officiële werklozen en dan nog wat mensen die er zo bij hangen. Al die ZZP'en moet je eigenlijk ook als verborgen werkloosheid voor een groot deel beschouwen. En we gaan dus helpen om daar de economische situatie te verbeteren. Dus wij, als er één regeerder is op dit moment die zich als vazal heeft opgesteld, dan is het Nederland. Macron daarentegen, die probeert door ze enorm aan te stellen bij dat voetbal in Rusland, maar ook door zijn aanwezigheid in Petersburg bij die economische top, probeert duidelijk meer een soort gaullistische... Ja, precies. Hij gaf zich uit als een de Gaulle. Ja. Een kleintje. In Canada gaf hij zich uit als een Napoleon. Ja. Maar hij is... Nee, maar ik wil nog even terugkomen op Nederland en Rutte. En vooral, dat dit is jouw gebied, de MH17, ook een beetje mijn gebied. Nee. Maar waarom heeft Rutte die officiële aanklacht tegen Rusland uitgevaardigd? Want ze hebben niks. Nee. Niks meer dan ze 4 jaar geleden hadden. Nee, precies. Absoluut helemaal niks meer. Nou ja, en wat ze hebben is gebaseerd op de zwendel van die Bellingcat. Ja. Niks anders. Nee. En natuurlijk het medewerken van dat stelletje gangsters wat in Kiev de geheime dienst daar verzorgt. Precies. Verder heeft hij niets. Nee, precies. En het blijft terugkomen op al die praatprogramma's in Nederland. Ja. En al die kolommen in de kranten die ik lees. Gisteren van, is het MH17? En zou Trump het met Poetin over de MH17 hebben gehad? Ja, want ze weten het allebei. Het is zo verschrikkelijk belachelijk. Ja. Nou, hoe verklaar jij het? In Nederland is toch niet een land van allemaal gekken? Nee, maar dat verklaar ik uit de reeks gebeurtenissen die vooral vanuit in Engeland hebben plaatsgevonden. Namelijk de zogenaamde gasaanval op de familie Skripal. Ja. En nog een aantal andere. Het Ghouta-gasincident waar je zelf uitgebreid over gesproken hebt. En ik denk dat in dat kader Nederland en Australië dus een overhaaste aanklacht tegen Rusland hebben ingediend. En het meest opzienbarende is toch wel dat 2 leden van het JIT, Maleisië heeft openlijk gezegd. Het is hun vliegtuig. Wij zien hierin geen basis om Rusland te beschuldigen. En België zwijgt in alle talen. Ja. Ondanks dat in de Nederlandse kranten dagelijks wordt herhaald dat de EU achter Nederland staat. Ja. Als het zover zou moeten komen dat de EU echt meedeelt niet langer achter Nederland te staan, dan leven we in een andere wereld. Maar België doet dus niet mee, doet ook niet mee, die zwijgen. Dus zij zien dat dit een opzetje is wat alleen maar te verklaren is, net als MH17 zelf volgens mij, uit een politiek van bewuste confrontatie met Rusland. En het bemoeilijken van de Europees-Russische economische interdependentie die onvermijdelijk is. Poetin en Trump heeft ook gezegd en Nord Stream 2, de pijpleiding door de Oostzee, mag niet doorgaan. Right. Yeah. Maar ja, dat kan niet. Dat is onmogelijk, nee, want dan zitten wij zonder gas volgende winter. Ja. Ja. Maar denk je dat zoiets bij Rutte of andere lieden ooit opkomt? Nou, ik ben natuurlijk zelf heel erg verbaasd geweest over het, en dat zet je weer aan het denken, over het feit dat 150 Kamerleden in Nederland akkoord gingen met de bevindingen van het JIT, die persconferentie. Ja. Nou, geen hond die een beetje zich in de zaak heeft verdiept, onderschrijft dat. Precies. Waarom doen ze dat dan toch? Ik denk voor een deel is het om niet als Poetin liebhaber afgeschilderd te worden. Je moet meegaan, maar ook ontbreekt, ik ben zelf 2 jaar bezig geweest op het onderwerp. Mm-hmm. En dan nog weet ik er nog maar een deel van. Mm-hmm. Dat geldt toch ook voor die Kamerleden. Ik bedoel, deze week moeten ze praten over MH17. Volgende week is het de hervorming van de EU en noem maar op. Dus de oppervlakkigheid, die wint het altijd van enig vermogen om... En men durft zijn nek niet uit te steken. Nee, ik denk dat het is. Want je zou dan meteen worden weggezet als niet patriotisch. Nee, maar kijk eens wat er met de omzicht is gebeurd. Ja, de enige, die steunt het officiële standpunt. Hè, het is Rusland geweest, een buk en noem alles maar op. Alleen hij stelt een aantal pertinente vragen. Nou, zelfs dat mag al niet. Ja. Nou, ik denk niet dat het wegzetten door de NRC...
een aanmoediging is geweest voor andere Kamerleden om te zeggen... Ja. Je bent niet patriotistisch. Nee, inderdaad. Inderdaad. Dus mocht het tot een echt conflict komen straks, jij en ik ook niet. Nee. Kunnen niet worden afgeschilderd als patriotisch. Ik heb in de tijd een boek gelezen over de oorsprong van de Eerste Wereldoorlog van ene Halgarten. En die begint met te zeggen, de politici van 1914, hè, toen die oorlog uitbrak, waren geen misdadigers, maar dat waren zwakke karakters die geen weerstand wisten te bieden aan de krachten die aanstuurden op een militaire confrontatie enzovoort. En ik denk dat we vandaag de dag met precies hetzelfde te maken hebben. We praten over zwakke figuren die bijzonder weinig voorstellen, weinig gewicht in de schaal leggen. En die zeker niet de morele moed hebben om, moed is geloof ik altijd moreel, maar die dus niet de moed hebben om af te wijken van een Atlantische consensus. En het paradoxale van de situatie is nu dat de leider van de Atlantische wereld hen als het ware dwingt om tot een herbezinning te komen. Maar wie moet daar in Europa leiding aan geven? Italië valt een deze dagen om. Ik geloof dat het de derde markt in de wereld is van staatsobligaties. Mm-hmm. Maar Italië is net als alle Zuid-Europese landen in wezen failliet in een faillissementsituatie gekomen. Als gevolg van de euro. Ook militair willen zij los. Hè. Ik noemde al dat ze de F-35 hebben afbesteld. Turkije heeft een luchtafweersysteem besteld in Rusland, S-400. En als ze dat hebben, en ze hebben ook de F-35, dan kunnen ze precies zien. Dan kunnen ook de leverancier van de S-400 kan zien wat de zwaktes zijn van de F-35. Dus dat is een rampzalige ontwikkeling. Als dat ding wat hier naartoe komt, naar Europa toekomt, het ding is wat er moet zijn. Hè? Ja, want het is zoals het moet zijn, heeft nog nooit gevlogen. Nee, precies. En dan kan het alleen maar vliegen. Ja. Met behulp van software wat onder controle van Washington zit. Ja. Dus, oké. Okay. Maar als jij nog wil samenvatten. Wat moeten wij nou concluderen over Trump van plan. En Poetin? Nou, was ik net van plan. Ik denk dat we wat we vandaag besproken hebben is een klein onderdeel. Ja. Wel een soort van interessant, heftig onderdeel van een situatie waarin zoveel andere factoren een rol spelen. Je noemde Italië. Er is nog altijd om de hoek een financiële crisis, waar ook dat mee te maken heeft natuurlijk. Ja. En dan zijn er verder nog ontwikkelingen waar we niet aan toe zijn gekomen van een geheel waar we natuurlijk op moeten blijven letten. Ja. Maar we hebben nu alleen maar een kleine oprisping besproken van wat er met Poetin en Trump is gebeurd. Wel belangrijk geweest, maar het is een onderdeel van iets veel groters. En daar moeten we op terugkomen. Ja. Dat zal waarschijnlijk dan zijn in september of oktober, wanneer het koeler is in deze studio. Ja, nee, ik zie dat je lijdt onder de warmte. En ik ben wel wat gewend wat warmte aangaat, maar dus ook met een vochtigheidsgraad. Ja, En dan weten we wat meer. Dan hebben we een beter zicht op die machtsstrijd die nog altijd woedt. Ja. In Washington. Dus ik wens je een plezierige jij ook. Tijd verder deze zomermaanden. Ja. Oké, merci, Karel.